begrijpen dat ze... Ik ben Dirk Banning van LACA, documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie. En ik werk ook voor WISE, dat is een netwerkorganisatie over kernenergie of tegen kernenergie. Die lokale, vooral lokale basisgroepachtige groepen ondersteunt. Wij hebben meteen naar, of we zijn eigenlijk altijd actief gebleven tegen kernenergie, een van de weinige groepen. Alle milieugroepen die zijn een beetje kernenergie links laten liggen. Maar LACA en WISE zijn steeds bezig gebleven met kernenergie. En meteen na de ramp in Fukushima hebben we bedacht dat we, net als in alle andere landen, gewoon moesten reageren. En nogmaals duidelijk moesten maken dat wij al 30 jaar zeggen dat kernenergie gevaarlijk is. En dus dat nu ook moeten zeggen. En toen hebben we een manifestatie georganiseerd in Middelburg in Zeeland, vlakbij de kerncentrale in Borselen. Daar waren in 2 dagen waren daar 350 mensen. En toen hebben we samen met andere groepen, waaronder Greenpeace, maar ook politieke partijen, hebben we besloten om iets groters in Amsterdam te organiseren. We hebben net een boek uitgegeven, Radiating Posters heet dat. Dat is in het Engels, maar er komt ook een Frans en een Duits en een Russische versie. En dat is een boek van 200 pagina's met 600 affiches, anti-kernenergie-affiches uit ongeveer 45 landen. Naast dat wij een campagneorganisatie zijn, zijn we ook een documentatiecentrum. Dus we hebben heel veel affiches uit andere landen. En we vonden tijd daar zijn we een jaar mee bezig geweest, al veel langer dan Fukushima. Dat heeft niks met Fukushima te maken. We vonden dat het tijd werd om zo'n boek te maken. En dat is nu uit en dat kost €20. En het is een erg mooi boek geworden. Kernenergie en kernwapens hebben heel veel met elkaar te maken. Kernenergie is ontwikkeld uit het Amerikaanse kernwapenprogramma in de Tweede Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog ook. In Nederland zijn er kernwapens, maar die hebben we heel weinig met kernenergie Nederland te maken. Dat zijn Amerikaanse kernwapens, die liggen in Volkel, die liggen daar al heel lang, al tientallen jaren. Eerder lagen ze ook nog op andere plekken, maar nu niet meer, alleen in Volkel. Maar natuurlijk moeten die kernwapens ook weg. Over het algemeen is sowieso al dat rechts iets minder makkelijk de straat op gaat dan links. Maar kernenergie is altijd, hoe rechtser je was, hoe meer je van kernenergie hield. Kernenergie is grootschalig, technocratisch. Het is vaak ook ondemocratisch omdat het zo grootschalig is. Kernenergie doet het ook vooral goed in centraal geregeerde landen zoals China en Japan en Zuid-Korea en weet je wel, die weinig civil society hebben, weinig maatschappelijke organisaties, weinig vakbond, weinig democratisering op een lokaal of op een lokaal niveau. En kernenergie hoort dus erg bij rechts. Je ziet, het is ook niet voor niks dat de laatste jaren kernenergie in Nederland weer meer steun lijkt te krijgen. Dat komt omdat er een ruk naar rechts is geweest, politiek gezien. En zeker in de Tweede Kamer, maar ook in de maatschappij is er een ruk naar rechts. En daar hoort kernenergie bij. Ik bedoel, kernenergie is nog steeds het speeltje van rechts. Ja, in elk geval is het belangrijk om te zorgen dat je bijvoorbeeld bij de goede energieleveranciers zit. Dus bij leveranciers die groene stroom of alleen maar groene stroom leveren. En niet organisaties die ook nog in kernenergie of in kolen zitten, want kolen is, moeten wij ook niet. We moeten ook van de kolen af zo snel mogelijk. En daarnaast is het altijd goed om je te organiseren en te kijken wat je kunt doen. Ik bedoel, organiseren met je vrienden of met je omgeving, met je maatschappelijke omgeving. Of kijken welke mensen je ontmoet en praten over kernenergie. In Nederland wordt er heel weinig in het maatschappelijke debat over kernenergie gepraat. Terwijl het in Duitsland is dat heel anders. De situatie in Duitsland is heel anders. Ik bedoel, daar waren vandaag misschien wel 150.000 mensen geweest en hier zijn 10.000. En dat is echt supergoed voor Nederland. Activeer ook je maatschappelijke omgeving en je organisaties. Als je in een politieke partij zit, laten ze dan ook actief worden tegen kernenergie of tegen kolencentrales. Laten ze niet alleen een politieke partij
moet niet alleen maar één keer in de vier jaar iedereen oproepen om te gaan stemmen. Je moet in je eigen omgeving op elk moment moet je interveneren in maatschappelijke debatten. Natuurlijk heb je kans dat door Fukushima dat, het grote gevaar is dat daar de kolenlobby weer sterk door wordt. En dat er weer kolen stond als kerncentrales, want het heeft gewoon gevolgen voor kerncentrales en voor kernenergieprogramma's. Maar daarom is het juist belangrijk om uit te gaan van wat we wel willen en veel minder van wat we niet willen. We willen een decentrale energieopwekking bijvoorbeeld. En niet een centralistisch, ook kolencentrales zijn erg grootschalig en horen bij een bepaalde manier van de maatschappijinvulling. Dat is dat grote bedrijven grote productie draaien en grote spelers willen zijn op de markt. Dat is ook in Nederland een van de redenen waarom we nog kerncentrales, waarom we over kerncentrales praten. Omdat ze dan 30, 40 jaar lang een hele grote speler zijn op de elektriciteitsmarkt. Terwijl wij vinden van de productie moet zo dicht mogelijk bij mensen. Ik begrijp best dat je ook grote windparken en zo, want de vraag naar elektriciteit of energie is enorm en die kan een flink stuk omlaag en die moet een flink stuk omlaag, maar toch zal je ook grootschalig windpark op zee moeten hebben. Dus, maar het is, wat heel erg zonde zou zijn is dat de kolenlobby wint bij Fukushima en daar moeten we wel voor waken dat niet gebeurt. Maar het is niet zo dat er, zoals sommige mensen zeggen, dat de anti-kernenergiebeweging het slechtste is wat het milieu ooit overkwam, omdat daardoor kolencentrales. Wij hebben nooit gepleit voor kolencentrales. Wij hebben ook gepleit tegen kolencentrales. En we hebben ook gestreden tegen kolencentrales. Dus dat is iets wat ze ons niet in de schoenen kunnen schuiven. Dat moeten ze de kolenlobby in de schoenen schuiven. In principe is het heel erg belangrijk dat iedereen minder energie gebruikt. En er zijn ook heel veel manieren voor. Ik bedoel, heel veel technische apparaten zijn al niet eens meer uitgerust met een aan- en uitknop. Er zit alleen nog maar een stand-by knop op. Ja, zo één kan je dus niet kopen. Of je moet de stekker er altijd uit doen. Maar je koopt er een waar gewoon een uitknop op zit. Waar je de elektriciteit kunt uitschakelen. Maar we kunnen echt met veel minder en we zullen met veel minder moeten. Maar er zijn 3 miljard mensen op de wereld die echt nog wel iets meer energie gaan gebruiken. En ook moeten gaan gebruiken. Willen ze ontwikkelen. Alleen ze moeten niet dezelfde fouten maken die wij gemaakt hebben. En juist daar liggen enorm kansen om dat op een milieuvriendelijke manier te doen.